De bouw van het AZC in Ewijk is dinsdag plotseling stilgelegd. Het asielzoekerscentrum zou deze zomer worden opgeleverd, maar het COA heeft besloten de bouw stil te leggen en niet meer te hervatten. De reden is dat er in de komende maanden minder asielzoekerscentra nodig zijn, omdat de instroom van asielzoekers is afgenomen. Gisteren eind van de dag en gisteravond was het COA hier en hebben ons verteld dat het een keuze van hun was. Nou ja, ze hebben aangegeven dat ze hebben gezien dat zowel in 2016, maar ook in de eerste maanden van 2017 het aantal instroom van vluchtelingen zodanig afneemt dat zij weer gaan schrappen in het aantal locaties wat ze hebben. En dat betekende ook dat ze kozen om voor het schrappen van een locatie in Beuningen te gaan. Natuurlijk zijn er ook wel wat hardere woorden gesproken, maar aan de andere kant hebben wij wel steeds een hele goede werkrelatie met het COA gehad. En we zijn ook nog even met ze bezig om te zorgen dat we het ook netjes afhechten. En ik kan me aan de andere kant ook wel voorstellen, het gaat natuurlijk wel over het geld van ons allemaal wat we hierin moeten investeren. Dus ik snap ook wel dat zij die keuze maken. Ja, die schaderegeling die had betrekking op mensen die in de omgeving woonden op het moment dat daar dat asielzoekerscentrum zou zijn. Dus op het moment dat dat er nu niet komt, is er ook geen reden om die schaderegeling verder aan de raad voor te leggen.